Is er iemand die mij kan helpen? Rieke. Ik zie hier een klein probleempje. Wat hè, jongen? Je zult me niet geloven, want ik kan het zelf nog niet geloven. Alles heeft te maken met madammeke. En ze heet Josephine. Madammeke? Lief madammeke, ze neemt daar niets van. Maar zo zo, zo zo. Ze heet Josephine. Van 1918. Juist na de oorlog geboren. Onder een vliegmachine. De piloot had geholpen. De piloot? En het was er aan te zien. Doe eens wat senior. Hey. Na jaren bleek dat moeder steeds een foto had bewaard van zichzelf en die piloot en Josephientje aan de haar. Toen Josephine die foto zag, verloor ze haar verstand. Iedereen toen vindt je toch wat is er aan de hand. Maar niemand zou ooit weten wat ons vriendje had bezield. Want plots was ze verdwenen in waarheen, dat wist men niet. En zo verwon voor Josephine een hele lange reis. Op zoek naar haar droomprins in het verre paradijs. Tenminste, dat is toch wat Josephientje had verwacht. Maar dat zo lang zou duren, nee, dat had ze nooit gedacht. De prinsen lagen zomaar niet voor trapen op de straat. Josephine, Josephine, Josephine. Mijn hart.